Dames en heren, welkom bij vandaag speelronde 27 van de E-divisie met Sparta tegen Heracles, Frank van der Slot tegen Brian Hessing. Veel plezier. Ja, dames en heren, welkom bij alweer speelronde 27 van de E-divisie. En we hebben hier een krakertje. We hebben hier op mijn linkerhand, voor u de rechterhand, Brian Hessing van Heracles tegen de volgende beuker, Frank van Sparta. En hier gaan natuurlijk zoals altijd de standaard wissels ingevoerd worden. We zien hier bijvoorbeeld dat het middenveld wat wordt geschoven, Casemiro eruit. En Bill, Suarez, Neymar voorin. Natuurlijk de toppers van de Liga BBVA. En we hebben hier een ploeg in Heracles die goed bezig is, die weer de top probeert aan te haken. En zeker de top 5 toch wel vaststaat. En Sparta dat punten nodig heeft, maar niet in een gevaarlijke situatie zit, maar wel langzaam die subtop probeert binnen te sluipen. En we zijn hier los met de aftrap van Sparta. En hier begint Neymar aan de bal. En we hopen nog wel op een leuke wedstrijd. Hopelijk vroeg een eerste treffertje. We willen meteen een open wedstrijd komen. En wat lijkt hier meteen op een eerste kans? Gerrit Wilm met het schot dat maar net naast gaat. David de Gea op doel. Dus natuurlijk in het begin even aftasten. Maar we zagen wel meteen flink wat dreiging. Hier komt wederom Sparta met Neymar. Sparta lijkt er zin in te hebben. Hier gaat Neymar door. Neymar door misschien het tweede schot in de wedstrijd al. Hier komt een reboundje aan Gerrit Bill. Daar is meteen de eerste goal. We zijn 3 minuten en 40 seconden bezig. En daar zit 1-0 voor Sparta Rotterdam. Gerrit Bill. De coma wordt uitgevoerd. En dit is meteen lekker voor de wedstrijd. Heracles moet meteen komen. En als het zo doorgaat, dan zit de rest van de wedstrijd tekent. Dan zitten we voor een heel leuk potje klaar, mensen. 4 minuutjes bezig. De allereerste goal is alweer binnen. En volgens is nu aan Heracles om de gelijkmaker te proberen te forceren. Met natuurlijk het risico dat je de omschakeling om je oren krijgt. Hier gaat Sparta bijvoorbeeld weer meteen vrolijk door. Wederom die Neymar, die er drifter op los skilt. Zanetti, lane legend, die natuurlijk die hele rechterkant bestrijkt met Neymar daar voor hem. Neymar die wederom een voorzetje aflevert en daar komt een hoekschop aan. En die hoekschop moet je in de gaten houden. Die hoekschoppen kunnen ook aan van rechts werken als je daar de omschakeling door tegen krijgt. Hier komt die korte bal en die schiet door en daar is Bellerin om op te vangen. En nu komt die omschakeling waar ik het over heb. Gerrit Bull hier aan de bal. Gerrit Bull op snelheid. Op snelheid niet per se sneller dan Zanetti. Hier gaan we het meemaken. Zanetti wordt hier toch flink uitgelopen. Gerrit Bull. Hij lijkt alleen te zijn met één mannetje mee hier. Wordt hij ook niet bereikt. Zanetti grijpt in. En nu is het aan de Sparta om op te bouwen. Hier snel eruit. Veel verdedigers nog achterin van de Heracles. En dat resulteert hier in balverlies. Ronaldo aan de bal. Niet de inform Ronaldo waar we Brian om kennen, maar de normale Ronaldo in dit geval. Neymar door op Suarez en hier die paas die net niet aankomt. Bellerin natuurlijk razendsnel zit daartussen. Renato Sanchez, monster op het middenveld. Die hier Antoine Griezmann wegstuurt. De hotline blink zit er misschien wel in vandaag. En hier, Aslan Boateng ligt in ieder geval niet, want die grijpt hier rustig in. Balletje wederom bij Griezmann en wederom die Boateng. Wat is hier goed, die Boateng. Die gaat nu aan een solo beginnen. Die rusht hem over het hele veld heen. Pas hem door naar Suarez, Bill. De grote jongens voorin. Griezmann hier, strakke pas op Ronaldo. Ronaldo niet langs Boateng en Ferdinand. Die zijn allemaal achterin. De grote jongens hebben zich achterin verzameld voor Sparta. Hier Beji. Lange bal op Bill. En meteen goed door Ronaldo. Hier Bill met ruimte. Bill met ruimte. Kapt hij naar binnen. Goede draai. En Boateng lost dat in principe goed op. Alleen hier is Bill toch nog. Bill, wat gaat hij doen? Legt hem kort voor. Naar ze. Wereldredding. Wereldredding. Tjonge. Dit was een kans die er 9 van 10 keer in gaat, maar hier buitenspel gegeven. Dus even rust in de tent voor Sparta. Wat een kans is dit, zeg. Wat een kans. Ronaldo, die toch voor het intikken lijkt te hebben. Geen hele makkelijke boom, maar ja, die hoort toch nog gewoon te hangen. En hier is inderdaad Manuel Neuer, de man van de wereldredding, die rustig het spel mag hervatten. Die legt hem hier gewoon op het middenveld neer. Balletje wordt doorgekopt. Hier gaat dan vervolgens Luka Modric door, niet alles snelste. En dat is dan ook hier meteen duidelijk als hij de bal verliest. Alaba. Bill, en hier komt dan Ronaldo naar binnen draaien. Ronaldo met een hele grote kans. Dit wordt hem, legt hem af en daar is de... Come on! 1-1. Ja, afgelegd. Griezmann hoeft niet eens de hotline bling. De dab wordt uitgevoerd. Ook goed. Altijd leuk, de celebrations. En zo is het 1-1. En zitten we inderdaad toch naar een leuke pot te kijken. We zijn, wat is het, een half uurtje bezig zo'n beetje? 20 minuten zelfs pas. Tijd vliegt, is het leuke. Bill, die hier niet zijn medespeler bereikt. Ze beginnen met 20 minuten met 2 doelpunten. Lekker potje tot nu toe. Pogba hier aan de bal, Bellerin, en dat is een vrije trap. Schijt, en komt daar kaart bij. Er komt inderdaad een geel kaartje aan voor Arturo Vidal. Die even moet op gaan letten de rest van de wedstrijd. Hier korte bal wordt gespeeld op Bellerin. En die rechterkant is vrij met hier Griezmann. Tegenover Alaba. Griezmann verliest daar de bal. Binnen hem toch weer terug vervolgens op kracht. Dat is bijzonder.
Pogba die hier uitdeelt naar Ronaldo toe. Bill afstapt de Ferdinand. Slordig uitverdedigd, maar hij houdt de bal hier met Vidal. Bill kan door en stuurt hier met heel veel ruimte. Wie is hier? Luis Suarez weg. Luis Suarez keeper komt iets uit. Gaat daar een chip uitgevoerd. Chip wordt uitgevoerd en... Come on. Schiet net over. Keuze voor de chip was logisch. Keeper stond uit zijn doel. En volgens die chip net over. Goed uitgelokt. Thanks man. Zonde. Wint hier het kopje, maar Ronaldo kan hier door. Ronaldo pakt hier die linkerkant op. En die gaat daar tegenover Boateng komen te staan. Die Boateng zit tot nu toe lekker in de wedstrijd. Maar hier is hij toch even het haasje. En hier is Griezmann die hem in de handjes van Manuel Neuer schuift. Komt wel gewoon door Neymar. Dat is bijzonder. Er zit Beje tussen. Pogba vervolgens. Pogba, Vidal strijden op het middenveld. Die Pogba weet te winnen. Boateng gaat hier weer in. En zo gaan we weer door met de volgende Heracles aanval. Hier komt Bill aan. Met om die Boateng tussen. Twee ploegen die lijken allebei voor de winst te gaan. Het is hier een open wedstrijd met de kansen van beide ploegen. De scheidsrechter grijpt er even in. De scheids doet rustig mee. Scheids, waar bemoei je in godsnaam mee? Hier komt Bill aan en komt hier een goal aan. Nee, dat komt wel een vrije trap. Is een gele kaart, lijkt me, voor Boateng. Doet de scheids het af met een waarschuwing. De scheids doet het af met een waarschuwing. En daar heeft hij geluk mee. Hier komt de vrije trap aan. Die gaat Pogba uithalen. En dat is een goede redding van Manuel Neuer. Ik heb ze er al eerder in zijn vliegen in dit toernooi. Hier komt Renato Sanchez aan. Renato Sanchez, krult hij hem hier in of gaat hij hem kort leggen? Wat doet hij? Hij doet eigenlijk helemaal niks, want hier is Luka Modric om in te grijpen. Opletten bij het uitverdedigen en dus inderdaad maar gewoon die bal naar voren poeren. Geen risico nemen. Bal staat terug achterin bij Heracles. Bellerin, Alaba hier op de zijkanten. Alaba die hier die linkerkant opzoekt en inderdaad het balletje eroverheen legt naar Gareth Bale. Gareth Bale tegenover Zanetti lijkt uit de side even te winnen. Hier is Renato Sanchez. Die hem terug gaat op Bill. Goede paas. Ronaldo kan meteen door terug naar Bill. En daar is misschien de goal. En daar is de goal. Goed uitgespeelde aanval. Wederom Antoine Griezmann. Die ook weer vervolgt met een depje. En die daar even door Neuer heen glijdt. Dat is ook mooi. Twee goals van Griezmann. En in de 40ste minuut zo'n beetje. Staat het dan toch 2-1 voor Heracles. Na die vroege achterstand. Heeft hij zich hersteld. En nu is het ineens Sparta wat er in de achterstand aankijkt. En die zich toch moeten gaan herstellen. En nu misschien. Ik weet niet of het voor rust nog gaat lukken. Maar in ieder geval zeker die tweede helft. Moeten gaan kijken of ze wat meer risico gaan nemen. Om die gelijkmaker te forceren. Hier is Fellaini aan de bal. Fellaini die stuurt hier Griezmann weg. Maar Boateng wederom scherp. Man. Griezmann terug langs de zijkanten. Wederom die Boateng opzoeken. Dat is tot nu toe nog niet helemaal perfect uitgepakt. Die Neuer kan rustig oppakken. En die levert hier in bij Fellaini. Dat is niet handig. Die AVO zie je van mijlenver staan. Dus om daar naar boven op die AVO te leggen is ook niet handig. Bill hier naar de zijkant toe. Bill gooit hem weer voor. Of gaat hij hem weer terugkappen. Wederom, Gerti Zanetti daar goed in, die speelt een prima potje. Suarez hierdoor, Neymar, Pogba, komt er niet aan. En hier een balletje door, die komt net niet aan, want Manuel Neuer is natuurlijk alert. Uitkomen heeft Manuel Neuer, zoals net als in het echt, geen moeite mee. Hier Sparta, op slag van rust. Probeer ze nog iets te forceren, maar wederom het balverlies. En hier is Heracles die er niet lekker doorkomen, want hij die achterhoede weer scherp zit op te letten. Vidal dan, goed hakje, Bill, ruimte vonden bij Suarez en hier doorsturen. Hier gaat hij dan Bill niet langs BJ. En hier kan Fellaini Pogba samen ingrijpen. Griezmann stuurt daar Bill niet helemaal weg. Het idee was goed. En daar komt Bill misschien alsnog door. Bill tegenover die kaart Boateng. Boateng met geel op zak. Gooit zijn lichaam erin. Dat doet hij perfect. En dan is het rust. Staat het hier 2-1 voor Heracles. Na een vroege voorsprong voor Sparta. Schoten ongeveer gelijk verdeeld. Bal zit ongeveer gelijk verdeeld. Leuke open wedstrijd tot nu toe. Die ook in de tweede helft nog alle kanten op lijkt te kunnen. Geen wissels in de rust. Dus we gaan dezelfde 22 namen. De tweede helft hervatten. Met Ronaldo hier aan de bal naar Griezmann. En Heracles krijgt hij meteen geen vrije trap. Scheid had hem misschien kunnen geven, maar Scheid had niet te doen. Nee, jongen, jongen, man, man. Hier komt Neymar aan. Fellaini zit daartussen. Bill. Gepaasd, man, jongen. Bizar. Modric op het middenveld met de bal. Daar Suarez door naar Bill. Het middenveld van Sparta tikt rustig rond. Casemiro, Suarez. En dan hier de ruimte gevonden aan de linkerkant bij David Alaba. Die daar die linkerruimte kan gaan bestrijken. Kiest ervoor om toch weer naar midden te gaan. Toch weer de terechte in Casemiro. Nu dan goede combinatie. Bill hier op Suarez. Die misschien ruimte kan krijgen voor het schot. Die schiet maar eens een keer. En wat scheelt echt belachelijk weinig. Suarez heeft natuurlijk een wereldschot. Dat was een lastige plek om het uit te schieten. Maar je ziet ze er wel eens in vliegen. Hier de bal weer rond bij Fellaini. Ronaldo stuurt hier Gareth Bale weg. En Gareth Bale die kan daar de zijkant opzoeken. Gaat terugkappen. Zet hem hier voor te leggen en dat is goed ingegrepen van de verdediging. Zanetti die hier rustig naar Casemiro kan passen. En Casemiro die wordt er van de bal gelopen door Alaba. Door de beentjes, koekoek. Sanchez aan het balletje. Ronaldo terug naar Sanchez lukt niet. Dat is een flinke ingreep die niet bestraft wordt. Fellaini hier, Sanchez. En aan de zijkant is hier Bill gevonden.
Wil Juk zijn man op. En dat is een goede pas van Renato Sanchez. De goede bal op Griezmann. Daar zit Alaba sterk tussen. En dan gaat hier een wissel uitgevoerd worden. Sparta haalt Neymar naar de kant, lijkt het wel. Voor, wie gaat hier inbrengen? Jamie Vardy wordt hier ingebracht. Vardy party misschien. Casemiro wordt ook over getwijfeld. Renato Sanchez. Renato Sanchez komt erin voor Modric natuurlijk. Een beetje fitness, nieuw leven inblazen. En ook bij Heracles gaan er wat wissels geplaatst worden. Vijf verdedigers worden daar neergezet. Dus het lijkt erop dat Heracles toch nu met die 1-0 met die 1 goal voorsprong genoeg neemt. En probeert in de omschakeling wat te gaan bereiken. Nog altijd die 2-1 voorsprong voor Heracles. In de tweede helft nog geen goals gezien. Maar de vraag is of dat zo blijft. Want hier gaat Sparta de aanval al zoeken met Vidal. Die hier Alaba aan de linkerkant vindt. Balletje terug naar het middenveld met Bill, Vidal. En hier Neymar die rustig richting het 16 meter gebied van Heracles combineert. Suarez hier de zijkant vinden met Bill. En hier Alaba die wederom links buiten eroverheen komt. Voorzet geeft en daar staat niemand om in te tikken. En die houdt die bal zelfs binnen, die Pogba. En het uitvlegen met iets wat risico, maar wel goed. Hoewel hier toch Neymar de bal verovert. Bal Vidal, die legt hem terug op Suarez. Die draait, want die gaat wat schieten. En die pakt de Gea weer goed. Sparta die toch nu die 2-2 flink op probeert te zoeken. Wat kunnen ze ook anders. Hier kunnen ze volgens de ingooi op een redelijk gevaarlijke plek als ze dat goed mee doen. Garrett Bill gaat daar gooien. Jezus man. Er worden wat spelers omver geworpen hier. De scheidsrechter laat het allemaal toe. En hier komt dan Alaba die de bal inlevert bij Boateng. En hier dan misschien in de omschakeling wat ruimte. Ronaldo Fellaini hier. De linkerkant ligt vrij open. Hier de bal. Tjonge, dat lopen ze tegen elkaar aan. Dat kan niet de bedoeling zijn lijkt me. Ook wederom de bal weer ingeleverd. Het is nu even slordig hier. Deze aanval. Geen buitenspel voor Renato Sanchez. Die de bal vasthoudt. En de bal belandt uiteindelijk bij Fellaini. Bij Pogba. En hier kan hij wegdraaien. Garrett Bill. Draait de 16 meter in. Nog een turn. En daar staat uiteindelijk Ferdinand en Renato Sanchez. Die samen het lijken op te lossen. Maar hier dan toch de bal bij Ronaldo. Die gaat schieten en scoren. Come on! Fucking en daar is de marge van 2. Fucking hell man. 500 keer de bal. De 5 at the back. En de omschakeling. En uiteindelijk scoort hij dan toch de 3-1. Nu is er weer een marge van 2. Nu is het echt zaak voor Sparta om nu. Met nog, iets meer dan 20 minuten te spelen. Echt dat doel van Heracles op te gaan zoeken en te gaan bestoken. Want als het lang deze stand blijft, kan het nog wel eens lastiger worden. Als het nu nog snel gescoord wordt, is het natuurlijk een hectische slotfase bereikt. 3-2 kan alles nog, maar die 3-2 moet dan wel gaan vallen voor Sparta, anders is het de verloren zaak. Hier is Vardy bijvoorbeeld, een nieuwe wissel. Vardy legt hem hier, dacht hem op Fellaini te leggen, maar er zit een verdediger tussen. Hier komt Pogba door, Garrett Bill, die hier weer terug kan draaien. En de bal weer op Pogba legt en wederom wordt weggestuurd. En de Rio Ferdinand zit er met zijn lichaam tussen. En Rio Ferdinand wint daar gewoon op kracht. Het duel van Bill levert hem vervolgens wel meteen in. En hier is Ronaldo dan vervolgens. Ronaldo maakt van doelpunt van net. Gaat hij hier doen, legt hem af. En daar is meteen de 4-1. En dan lijkt het beslist. Nog 20 minuten te spelen. 4-1. Ja, dan lijkt het toch een verloren zaak. 4-1. Hij stond 1-0 voor Sparta. Onthoud dat. En vervolgens 4 achtereenvolgende doelpunten. Hebben Heracles lekker in het zadel gezet. En nu wordt het echt een alles of niks sport voor Sparta. Ze kunnen nu geen seconde meer achterover gaan hangen. En met natuurlijk het risico dat je, zoals bijvoorbeeld net ook gezien was, weer een goaltje om je oren krijgt. Zanetti hier weer. En wederom Heracles aan de bal. Het is Sparta dat moet, maar Heracles dat gaat. Hier komt weer een goede actie van Cristiano Ronaldo voor Heracles, maar die wordt afgestopt door de verdediging. En nu is het echt zaak voor Sparta om snel die 4-2 te maken. Als ze nog wat willen deze wedstrijd. Maar wederom goed verdedigd. Die verdediging van Heracles staat top vandaag. Hier is die Garrett Bill. En rustig de balletje terug op Alaba. Rustig die linkerkant op zoeken. En combineren met Bill. Die twee vinden elkaar makkelijk vandaag. En hier is Pogba. Kapt hem terug op Ronaldo. Die kan door. En die is ook de 5-1. Daar is ook de 5-1. Wordt toch nog een monster scoren. 4 doelpunten verschil. Dit is natuurlijk over en uit. 77 minuten op de klok. En met het risico dat je neemt als je wat afhandig gaat spelen voor Sparta. Komt hier duurt stand. 5-1 de stand. En wat doe je dan? Niet zoveel inderdaad. Dus het is het uitspelen en accepteren. Ja, dat is echt accepteren dit. Hier stonden Suarez, een paar leuke goaltjes zouden nog wel mooi meegenomen zijn. Dan maar publiek vermaken, is Fellaini. Mogen we iets eerder. Legt hem hier af op Vardy, de wissel. Suarez door op Vidal. De man van de kaart. En die houdt hier een paar skill moves uit op Fellaini. Vardy terug. Hangt hij dan toch nog een doelpuntje in de lucht. 82 minuten, de laatste 10 minuten zijn ze een beetje ingegaan.
Bill hier nog eens gaan combineren. En er zit ook die Verlening weer tussen. Ja, struik het hier. Overtredingje. Dus krijgen we toch nog in de laatste paar minuutjes een vrije trap voor Sparta. Die genomen gaat worden met het lijkt Gerrit Bill te gaan worden. Gerrit Bill, wat kan die hiermee? Die schiet hem hier in één keer op dat doeltje. En dat is rustig weggehaald door wederom Mohan Verlening die daar op de lijn gepositioneerd stond. Sparta weer rustig aan het combineren in die 16 meter gekomen. En Vardy is daar, Vardy is daar. Die gaat een mannetje voorbij, die gaat een mannetje voorbij. En dat schot lijkt meer op een pas. Neuer die even het doel uitstroomt. Bellerin, Marco Ronaldo. En die Bellerin is natuurlijk ook niet de langzaamste. Die gaat hier de hele rechterkant op. Tegenover Boateng. Dan is het stomen en dan komt hier Ronaldo weer terug. Ronaldo met een skill move. Waar ik mijn ogen bij uitkijk. Weer belletje terug. En wat wordt hier gecombineerd in de 16 meter. En daar zit bijna de 6-1. Wederom een goede redding van Neuer. Die hebben we al vaker gezien. Die heeft er 5 om de oren gekregen en toch ook nog wel een goede indruk achtergelaten. Hier is Sanchez en over Sanchez. En dat wint vast en genoeg Sanchez. En zo gaan we met nog 1 minuut op de klok in de reguliere speeltijd. Nog maar eens een keer dat doel van Sparta opzoeken voor Heracles. Niet gevonden. Hier dan toch een hakje wat in de voeten van Suarez belandt. En zo rolt die bal rustig over de zijlijn met 3 minuutjes extra speeltijd. Nog steeds een 5-1 stand. En zoals die wedstrijd toch verkeerd gekanteld voor Sparta na die 1-0 voorsprong. Cristiano Ronaldo weer aan de bal. Gaat hij nog voor die 6-1? Gaat hij het nog echt zover laten komen? Het is afgelopen. Zo ervaren we hier een monster score. 5-1 voor Heracles en over Sparta. En Heracles die toch echt nu de top instijgt.